Hey, leuk dat je meekijkt naar deze nieuwe video. En in deze video gaan we het hebben over iets wat naar mijn mening super, super belangrijk is. En wat alleen maar belangrijker lijkt te worden. Als we kijken naar de wereld nu en tegenwoordig in het algemeen, dan denk ik dat instant gratification nog nooit zo groot is geweest als dat het nu is. Dus dit betekent dat we nu altijd overal en nergens op reageren. We hebben ons mobiel. En het is niet te geloven, hè, maar als ik bijvoorbeeld een nieuw iemand heb ontmoet, of ik ken al iemand, mensen verwachten echt binnen 5 minuten een reactie terug op bijvoorbeeld een bericht. Ik weet niet of dit herkenbaar is voor jou. Ik overdrijf misschien een beetje, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik ben aan het. Dus iemand stuurt mij een bericht en er moet heel snel gereageerd worden. Dit is wat die ander eigenlijk al verwacht. Dit is ook wat heel veel al gebeurt. Heel veel mensen reageren ook zo snel. Dus dat wordt de nieuwe norm. Instant gratification. Social media. De hele tijd blijven scrollen door allerlei berichten. Instant gratification. We willen alles nu zien. We willen van alles nu op de hoogte zijn. We willen niks meer missen. En het moet allemaal nu en nu en nu. En het moet allemaal meer en meer en meer. En in deze video gaan we het erover hebben hoe je kwaliteit boven kwantiteit gaat stellen. En nog veel belangrijker, hoe belangrijk dat is om te doen. En hoeveel impact dat kan maken, in positieve zin, op de rest van, eigenlijk op de rest van je leven. Dat klinkt heel groot en zwaar. En dat is het eigenlijk ook. Oké? Dus laten we daar iets meer induiken. Van oké, hoe kan het dat we altijd meer en meer en meer willen? En eigenlijk wil ik vooral heel veel in deze video voorbeelden geven van hoe je meer kwaliteit dan kwantiteit in je leven kunt creëren. Wat jou gaat helpen om van die instant gratification af te komen, of dat in ieder geval te verminderen. En je leven een nieuwe impuls, een nieuwe kwaliteitsimpuls eigenlijk te geven. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als we het ook hebben over instant gratification en meer, we willen altijd meer reizen en we willen meer vakanties. We willen in ieder geval niet minder vakanties. Dus er moet altijd bijvoorbeeld 1 keer per jaar moet er in de zomer gereisd worden. Of op vakantie gegaan worden. Is natuurlijk eigenlijk al een rare gedachte, hè, dat we zoiets hebben. Of in ieder geval in mijn optiek. We kopen meer spullen. Hè, dus het is altijd meer en meer en meer spullen. Ik praat hier over de meerderheid. Hè. Ik praat hier dus een stereotypering over. Natuurlijk, er zijn ook mensen die juist het tegenovergestelde gaan doen. Maar die zijn nog altijd flink in de minderheid. Meer vrienden. Hoe meer vrienden je hebt, hoe beter je het hebt. Hoe meer likes je krijgt op je Instagram post of Facebook post of whatever post. Des te beter, des te meer status je hebt, des te populairder je bent. Dit is belangrijk. Meer doen is heel belangrijk. Hè? Hoe meer je werkt, hoe meer carrière je bijvoorbeeld kunt gaan maken. Dit is het idee. Hè? Dit is het idee wat we vaak in ons hoofd hebben gecreëerd. Ja, en laten we gewoon een paar voorbeelden gaan noemen waarin ik zeg van hey, het zou eigenlijk wel heel mooi zijn als we juist dat andersom gaan doen. Of dat je meer op die kwaliteit kunt gaan zitten dan kwantiteit. Want dat meer en meer en meer hoeft niet altijd beter te zijn. In sommige situaties kan het misschien juist heel wel fijn zijn. En het is ook helemaal aan jou natuurlijk om hiermee te doen wat jij wilt. Ik heb een aantal voorbeelden hier naast mij ook op het scherm gezet, om het maar zo te zeggen. Waar ik even met je doorheen wil. Dus er zijn een aantal opties. Hè. Dus bijvoorbeeld het hebben van. Laten we gewoon eens duiken in dat vriendengeval. Ik ben heel groot fan van een kleine inner circle van mensen waarmee ik mij omring. En waar ik mij echt helemaal top bij voel. Hè. Dus ik zoek mensen om mij heen waarmee ik me top, top, top voel. Niet oké, maar top. Hè. En dit is een heel groot verschil. Ik denk dat veel mensen, als ik met mensen ook praat, voor die oké-groep gaan. Die zijn ook veel makkelijker te vinden. Dit is weer opnieuw instant gratification. Waar het voor mij om gaat, is dat je heel veel vrienden kunt hebben. Of je kunt ervoor gaan om een paar hele goede vrienden te hebben. Als ik dit voorleg aan mensen, dan kiezen ze altijd voor het tweede. Maar als ik vervolgens kijk, bijvoorbeeld in de situatie van iemands leven en hoe dat eruit ziet. En ik reis heel veel rond, dus ik spreek ook met heel veel mensen, internationaal ook. Dan zie ik dat ze vooral heel veel vrienden hebben, maar niet echt de diepe connectie hebben. En ik denk ook in het huidige leven van instant gratification dat het steeds moeilijker wordt om dat heel goed op te bouwen. Het is een hele grote uitdaging om dat heel goed neer te zetten en te hebben. Ja, dus als je dit al hebt op dit moment, een aantal, of misschien zelfs minimaal 1, dan zou je eigenlijk al heel dankbaar moeten zijn voor die situatie ook. Hè?
Dus daar kun je naar gaan kijken. Van ja, het gaat niet om meer vrienden, kwantiteit. Het gaat om het hebben van, laten we zeggen, betere vrienden. Kwaliteit. En dit is een groot verschil. Want je zult dus meer tijd moeten besteden aan die paar mensen in plaats van heel veel mensen. Wat veel makkelijker is om te doen, normaal gesproken. En iets anders waar we naar kunnen kijken is bijvoorbeeld het hebben van heel veel hobby's. Heel veel dingen leuk vinden. Misschien herken je dit wel, er zijn er ook veel van. Hè? Dus je vindt heel veel dingen leuk en je doet alles maar een heel klein beetje. Hè? De ene dag is het een klein beetje dat, de andere dag dat, de andere dag dat. En eigenlijk voel je nooit echt die complete voldoening dat je echt lekker ergens induikt en iets optimaal aan het verbeteren bent. Nou, dat kan dus wel gebeuren als je zegt van oké, ik doe wel een beetje van die dingen. Maar je vindt vervolgens één ding wat je echt leuk vindt en echt leuke hobby. Wordt dus meer een passie, zou ik zeggen. En dat je gaat focussen op die paar passies in plaats van elke keer weer iets nieuws proberen. Af en toe kun je dit natuurlijk doen hè, om te checken van hey, ik heb eventjes een nieuwe impuls nodig, blablabla. Maar uiteindelijk wil je focussen op die paar passies als je voor die kwaliteit gaat. Dus ga je voor altijd een klein beetje doen, elke keer eventjes weer een klein beetje iets nieuws, maar nooit echt daar de verdieping in gaan. Dat is kwantiteit. Ga je voor die paar dingen, wow, dit vind ik heel vet, hier ga ik me op focussen. Hier maak ik een passie van, hier ga ik ja, een onderdeel van mijn leven, voor in deze fase, misschien wel de rest van je leven, maar in ieder geval in deze fase, ga ik me daar echt toe committen om daarin te ontwikkelen. Dat is kwaliteit. Vervolgens kunnen we hetzelfde doen bijvoorbeeld met wat ik net al aangaf met die berichten. En dat je bijvoorbeeld een social media bericht bijvoorbeeld post. Misschien doe je dit wel of niet, maakt ook niet uit. Maar met het doel om te kijken van hoeveel likes heb ik? Hoeveel comments krijg ik hierop? Of wat allemaal kwantiteit is. Of je gaat kijken, dit is wat ik echt wil delen met de wereld. Misschien is het niet zo populair. Misschien ga ik er minder likes op krijgen. Omdat ik echt mijn visie, mijn boodschap ga delen. Maar dat is kwaliteit. Nou, ook daar kun je dus weer voor jezelf gaan checken. Van wat wil je gaan bieden. Meer reizen is hetzelfde. We kunnen continu blijven reizen, reizen, reizen. Wat ik net al aangaf. Ik heb zelf voor jarenlang ben ik op dit moment al het leven van een digital nomad aan het leven. Hè. Dus ik leef in verschillende werelddelen, verschillende landen voor best wel wat tijd. Hè. Dus het is niet dat je aan het backpacken bent of de hele tijd rondtrekt. Nee, echt dat je voor minimaal een paar maanden op één plek jezelf ja, daar woont, daar leeft. Ja, en wat ik heel veel zie is dat mensen blijven reizen, reizen, reizen is iets belangrijks. Vakanties, misschien heb je dat zelf ook wel. Ik wil dit nog zien, ik wil dat nog zien. Maar je kunt ook gaan kijken, dit is allemaal weer, ook weer kwantiteit. Of je kunt gaan kijken van oké, ik wil eigenlijk genieten van de plek waar ik op dat moment ben. Ja, dus je kunt meteen bij je reis al denken van meteen al aan de volgende reis denken. Of je kunt genieten van de plek waar je al zit. En als dit betekent dat jij bijna het hele jaar in Nederland zit op één plek. Ga dan eens kijken van oké, hoe kan ik nog meer genieten van die ene plek waar ik op dit moment ben. Kwaliteit. Ja? Dus ook hier heb je weer een keuze. Je hebt altijd die keuze. En daarvoor hoef je niet te reizen. Om ook echt te gaan genieten van de plek waar jij bent. En de mooie positieve dingen daarvan in te zien. En misschien zelfs een grotere bijdrage te gaan leveren op de plek waar je op dat moment bent. Oké, meer kleding. Meer spullen in het algemeen zou ik al bijna willen zeggen. Maar laten we ons eens een klein beetje focussen op kleding. Er zijn wel wat mensen, misschien ken je er ze wel, misschien ben je er zelf alleen, die een hele grote garderobe hebben met allemaal kledingstukken, heel veel schoenen, tassen, bla bla bla. Al deze onderdelen. En vervolgens is het grappig om te zien hè, dat heel veel van deze mensen altijd eigenlijk een paar dingen, een paar favorieten hebben en die eigenlijk heel veel dragen. En daar gaat het ook weer om. Dus heb je heel veel kleding, heb je die grote garderobe, dat is een heel praktisch voorbeeld. Kwantiteit. Of ga je juist focussen op, oké, ik heb die hele grote garderobe, maar eigenlijk draag ik dit 80-90% van de tijd. Of vind ik dit echt de mooiste stukken. De rest zal wel weg kunnen. Kwaliteit. Ja, dus ook daar kun je weer een keuze maken. De spullen die ik net al noemde. Dus je kunt heel veel spullen hebben. Je kunt steeds meer kopen. Je denkt online van, oh, ik zie dit. Ik ga dat nog weer eventjes kopen. Misschien koop je dingen met wat mindere kwaliteit bijvoorbeeld ook. Hè? Dus goedkopere dingen. En dan koop je al die prutjes maar in, om het zo te zeggen. Is meer kwantiteit, al deze onderdelen. Maar je kunt ook zeggen van, hey, ik ga een paar stukken kopen voor een betere kwaliteit.
is kwaliteit. Of je gaat gewoon veel minder spullen kopen en je blijft het langer doen met de dingen die je al hebt, omdat je daar eigenlijk van geniet. En je gaat nadenken van ja, eigenlijk heb ik al die prutjes niet nodig. Sommige prutjes heb je misschien wel nodig, helemaal goed natuurlijk, maar andere dingen heb je misschien niet nodig. Kwaliteit. Het gaat allemaal om hoe we hierin denken en dat we bewust worden van het feit hoe we hier ook in staan en hoe we hier over nadenken. Vervolgens kun jij natuurlijk voor jezelf bepalen hoe jij met al deze dingen omgaat. Je telefoon is bijvoorbeeld hetzelfde. Je kunt 20 keer op een dag iedere keer even op je telefoon kijken of notificaties bekijken. Als je een notificatie krijgt, je checkt meteen je telefoon, et cetera, et cetera. Kwantiteit. Of je kunt bepalen voor jezelf een regel van oké, ik kijk in de ochtend 15 minuten, in de middag 15 minuten en in de avond 15 minuten. In die tijd reageer ik. Niet op basis van notificaties van buiten komt, maar ik doe het voor mezelf. Of misschien zelfs één moment, hè? Één moment van een half uurtje per dag. En jij bepaalt wanneer dit is. Dat is al veel meer kwaliteit die je ook weer brengt in je leven. Dus al deze voorbeelden die ik hier noem, is kwaliteit boven kwantiteit stellen. En ik denk dat in bijna alle gevallen dat jouw leven een extra impuls gaat geven. Dat je er gelukkiger van wordt. Dat het leven er leuker van wordt. En vooral als je al deze dingen kunt gaan combineren. En steeds meer er een gewoonte van maakt om je te focussen op kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit. In plaats van die kwantiteit. Nou, je kunt zelf vast heel veel andere voorbeelden bedenken. Ik ben sowieso benieuwd wat je ervan vond. Vind je dit een leuke video? Geef even een duimpje. Dat helpt ons heel erg om nog meer mensen te bereiken. Laat me ook gerust in een reactie weten hoe jij je tegenaan kijkt. Deze kwaliteit, kwantiteit. Herken jij jezelf hierin? Pak je hier al juist dingen heel goed in aan of juist nog niet zo goed? Deel vooral wat jij graag zou willen delen hieronder in de comments. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je nog meer van deze tips wilt ontvangen. En dan hoop ik jou de volgende keer natuurlijk weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.